Ik heb net een nieuwe documentaire gezien van Leonardo DiCaprio, Before the Flood. Het gaat over klimaatverandering en nou, het is echt een hele dikke aanrader. Ga hem hier kijken, want het heeft weer veel impact gemaakt op me zeg. De effecten van klimaatverandering zouden gewoon in ons leven al hele grote impact kunnen hebben. Zeg maar in de komende 50 jaar, dus waarin mijn leven zich gaat afspelen, kan het al behoorlijk catastrofale impact hebben. En als je mijn vlogs al een tijdje volgt, dan weet je dat ik een behoorlijke natuurliefhebber ben. Dit soort documentaires gaan me altijd wel aan het hart. En mijn keuze om geen vlees meer te eten komt ook voort uit milieuovertuigingen, want ik vind het super lekker. Maar als ik daarmee kan bijdragen aan verminderen in ieder geval van het broeikaseffect, et cetera, dan doe ik dat met liefde. Want ja, het gaat wel om de toekomst. Ik ben niet zo bang dat de planeet kapot gaat. Ik ben wel bang dat wij eraan gaan. Dus de acties die ik doe zijn niet zozeer om de planeet te redden, maar meer om het leven wat hier op aarde is nu te redden. Het is toch wel heel uniek wat wij hier hebben hier op aarde. En dat zou ik graag mijn steentje aan bijdragen om dat te doen. Nou, ik wou dit even met je delen. Het is iets wat me bezighoudt. En kijk maar wat je ermee doet. Tot zover even mijn natuurfilosofie. Vandaag staat verder in het teken van de Happiness Company. Ik ga voorbereidingen treffen voor zaterdag. Dus ik ga mijn coach inlichten. En ik wil nog een video maken voor Facebook om nog de laatste 7 plekken te kunnen vullen. Het gaat best goed met de aanmeldingen. Er zijn nog 7 plekjes over, maar daar ben ik best trots op. Verder heb ik mijn moeder beloofd om de hond uit te gaan laten. Klinkt heel stom zo. En verder heb ik nog wat gewoon kleine dingen te regelen. Dus het wordt gewoon een prima productief dagje. En ook genieten. Het is mooi weer buiten. Dus ja, tik hem aan de bak. Zaterdag is het eindelijk zover. De laatste cursus van de Happiness Company. Okay, Happiness Company taken zijn klaar. Draaiboek is af, video's gemaakt. Ik heb wel wat leuke reacties, dus dat is tof. Mensen vonden hem leuk. Ja, is het nu tijd om naar mijn moeder te gaan en Gijsje uit te laten. En vanmiddag heb ik nog een verrassing voor de vlog. Ik heb iets geregeld en dat slaat terug op een vorige vlog waar ik iets niet durfde. Dus daar durfde ik iets niet te doen. Ik heb nu een kans om het nog een keer te doen. En ik hoop dat het deze keer wel lukt, dat het mag. Okay. Blijf kijken, het komt vanzelf. Eerst een mooie montage. Oh. Sorry, ik ben even heel enthousiast. Ik wil al een tijdje iets proberen in het vlog. En vandaag past het heel mooi, omdat ik vanochtend had ik het over al die natuurdingen. En ik ga nu lekker een mooi stukje fietsen en varen en zo, allemaal natuurdingen. En ik wilde er een soort montage van maken met een filmlook. Al sinds ik klein was, wilde ik filmmaker worden. Dus ik ga kijken of het me lukt om de beelden zo te schieten dat het lijkt alsof het in een film zit. Montage, 3, 2, 1, go! Know what I'm talking about.
toepassing als volgt. Ik krijg vandaag een tweede kans voor iets wat ik eerder niet durfde. Ik mag vandaag model staan voor de barberstation waar ik eerder zo enthousiast van over was in dit vlog. Dus gaan kijken of ik nu wel binnen mag filmen, want ik kreeg van heel veel mensen reactie dat ze het zo jammer vonden dat ze niet de binnenkant mochten zien. Dus ik ga je nu eens laten zien wat die ervaring is. Klaar voor? Gaan we. Ja, dat was de allereerste keer überhaupt de barbershop. Ja, dat was wel even wat anders dan. Zo, hé. Hey. Ja, dat voel ik vooral. Dat ik dacht van, normaal gesproken ben ik met een kwartiertje buiten. Hoe kunnen ze hiermee bezig zijn? Ja, dat is echt zo oké. Okay. Ja, ik vind het wel gaaf. Ik ga gewoon gezellig. Nou ja, wel toen die jongen die had mij die serie Peaky Blinders aangeraden op Netflix. Oh, wat is dat gaaf, hè? Wie is er nog bezig of niet? Eerste seizoen heb ik nu maar weer tweede af. Tweede seizoen, jongen? Ja, is nog... Dat gaat helemaal heel... Oké. Okay, heel gek. Ja. Ja. My baby didn't want me so I had to be moving on. If I can't be your lover, baby, I don't wanna be your dog. Ik ben gewoon nog weer meer fan. Dat is gewoon. Oké. Ja. Heel bedankt. Ja. Hey, thanks. Yo. En? Denk je ervan? Oh, ik mocht model zijn bij dit barberstation. Wat is het weer een feestje geweest, joh. Maar zit er lekker strak bij. Ik heb gewoon weer gelijk zin om me classy te kleden. Ja, wat een ervaring blijft dat, joh. Ze hebben echt weer met messen en alles gewoon gewerkt om mijn kapsel er fantastisch uit te laten zien. Ik mocht gast zijn voor de opleiding voor hen. En het mooie is dat gewoon je komt daar binnen en het eerste wat ze vragen, wil je een biertje? En ik heb vandaag even met de eigenaar gesproken, een tijdje gezeten. En man, wat een gave vent. Ik ben gewoon ontzettend fan. Dus dit is alweer de tweede keer dat ik ga fanboy over de barberstation. Maar ja, weet je, het is gewoon een heel gaaf concept. Het is helemaal af, weet je. Van de gel tot aan de kaarten, tot aan het interieur, tot aan de opleiding, tot aan alles is gewoon picobello in orde. En ja, dat is hoe ik ook een bedrijf zou willen starten. Dat is gewoon fantastisch. Tot in de puntjes georganiseerd, daar hou ik van. Dus ja, we kijken hoe ontzettend strak. Ik krijg zelf nooit meer voor elkaar. Het is wel gaaf. Als er iets wat ik ontzettend kan waarderen is het gewoon een organisatie die met tijd en aandacht en alles kloppend maakt. Dan heb je mij. Dan ben ik fan. Dat is gewoon zo. Dus dat vind ik gewoon echt heel gaaf. Tof dagje zo. Ik weet nog niet hoe ik het ga editen, want ik heb echt superveel materiaal van zowel de fietstocht als barberstation. Edit Kai, succes daarmee. Ik heb in ieder geval ontzettend genoten van vandaag. Van zowel de natuur als de persoonlijke aandacht. En als met het filosoferen over de toekomst wat ik tussendoor heb gedaan. En ik heb ook een fijn gesprek gehad met Chris. Het is toch echt fijn om zo'n vriend te hebben zoals die jongen. Het wordt een gave week dit. Er staan allemaal hele toffe dingen op de planning. Dus ik neem je graag mee erin. Proost op het hele mooie leven. We gaan er een mooi avontuur van maken. Ik ga vandaag een boekreview geven. Een boekreview van dit boek. The Happiness Equation. Zo voor vanavond. Zie je later.